En als Jezus terug kwam, nemen ze hem op, dan ze houden al alle nu aan je luurt. Hierop dan kwam Jairus, een verstonende man uit de school, vol Jezus voor een feit en praat om naar zijn huis te komen. Dan zien het eensje dochter, 12 jaar oud, lag op stoel. Maar während hij ging, drang dat volk aan. En de vrouw die al 12 jaar je blad houdt en alles wat ze te leven houdt verdokterd houdt, en toch van keinem kon je heild worden, die kwam van hingen aan Jezus en aan en voet aan bloos omkleed en ze hield plotseling op met blijden. Dan zei Jezus, wer heeft mij aangescheerd? Als ze dat alle verstreden, zei Peter toe aan, meester, dat volk drängt en schift die en du fragst nog wer die aangescheerd heeft. Maar Jezus zei, mij haf weer ongescheerd. Ik mag dat van mij een kracht eruit ging. Als de vrouw zag dat ze daarmee niet kon je heen blijven, vond ze aan te zetten en kwam en schmeid zich Jezus voor een feit en zei te hem, door voor alle mensen, waarom ze hem ongescheerd houden en waar ze plotseling weer geheeld worden. Dan zei hij tot haar dochter, die geloven haf die je helpen. Go in vrede. Während hij nog reed, kwam een van de synagogen verstonden zijn huis en zei te hem, deine dochter is al gestorven, dan laat den meester nu maar tevreden. Aber als Jezus dat hoort, zei hij te hem, fürcht die nicht, je leeft los. Dan wordt hij gezond worden. Als hij hem huis ernen ging, liet hij keinem met ernen komen, buiten Peter en Jacob en Johannes, en dat kind er vader en moeder. Bennen wordt om dat kind geheeld en getruurd. Maar hij zei, ze zullen niet heelen. Die is niet dood, die slaapt bloos. Ze überlachten even aan, dan ze wisten dat hij dood was. Maar hij schakte alle uit, neem hij aan de hand en zei, kind, sta op. Dan kwam de geest terug aan haar en ze stond plotseling op en hij beveel aan haar wat te eten te geven. En haar elderen verwonderden zich, maar hij beveel aan dat geen hem te zeggen wat er passiert was.